Dit is Trudo FM. Normaal moet je op deze tijd van het jaar zeggen, ja, in Saint-Tropez gaat het warmer zijn dan hier. Maar Joris, toen ik naar hier reed, was het nog 13 graden. We zijn kerstmis bijna en het was 13 graden buiten. Ongelooflijk, Tim. We hebben hier ook een ongelooflijke gast bij ons, een truienaar in hart en nieren. En hij heeft een cover gemaakt van een Wiltura-nummer. Hier willen we natuurlijk veel meer over weten bij Trudo FM. Welkom, Wouter Servani. Welkom. Wouter, je bent zanger, maar ook DJ. Vertel eens, hoe is het allemaal voor jou begonnen? Wel, op 15-jarige leeftijd woonde er bij mij in de straat, bij mijn ouders waar ik woonde, een bekende Truinse DJ. DJ Bart Klaroen van Radio Bakra. En zijn zoon nam eigenlijk de discobar van hem over. En hij zocht eigenlijk iemand om toen nog zo van die heel grote bakken met twee platenspelers en een mega groot mengpaneel te helpen dragen. Ik had het eerst aan mijn broer gevraagd, maar die had het te druk. En toen heb ik dat gedaan. En dan ben ik bij hem meegegaan. En stilletjes aan zo eens af en toe ook eens beginnen zelf te draaien. En toen hij gestopt is, heb ik dan zelf een discobar gekocht. En af en toe begon ik dan eens op karaokebanden die ik had gekregen, ook zelf te zingen. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, en zo ben je eigenlijk zanger en DJ tezamen. Combineer je beide ook of val je het strikt gescheiden? Wel, toen vroeger combineerde ik het. Dan zong ik tijdens de DJ-sessies. Maar nu hou ik het meer gescheiden. Nu ben ik echt voor mijn zangcarrière volledig aan het gaan. En DJ doe ik ook nog, maar minder. Ja, je zegt net voor je zangcarrière. Welke muzikale weg heb je in de tussentijd afgelegd? Wel, na de leerschool van Bart, zou ik maar zeggen, had ik dan zelf mijn discobar gekocht. En ik begon dan, zoals ik gezegd heb, ook te zingen tijdens de DJ-sessies. En zo heeft er mij een Leuvens zangkwartet, Inside Out, heeft me toen zo eigenlijk ontdekt. En daar ben ik dan een jaartje mee gezongen. En de mooiste momenten daarvan waren toen ik op promotour in Italië en in Frankrijk ging. En we hebben daar meer gezien als podiums, zal ik het zo zeggen. En de rest laat ik aan uw verbeelding over. Ja, een kwartet. Zeg je net, wat moet ik me daarbij voorstellen? Jullie waren dan met een aantal mensen. En welke muziek brachten jullie toen? We zongen Italiaans, Engels. En het was een zangkwartet. Mooi gezegd, maar ik kan ook horen boys band. Dus, maar dan daarna is er een beetje ruzie in de groep gekomen. En dan heb ik eigenlijk een beetje een afkeer gekregen, een déjà vu gevoel van de muziek en optreden. En dan heb ik een hele periode niks meer gedaan, behalve DJ en af en toe zo zingen. Tot in 2014 heb ik dan terug de single Het Leven is Mooi opgenomen. Ja, daar gaan we het zo dadelijk verder over hebben. Zit het muziek jou dan in de genen of van waar komt het precies? Mijn vader en zo en mijn moeder zijn niet echt muzikaal. Mijn moeder die zingt wel in een zangkoor. Misschien dat daar iets mee te maken heeft, maar voor de rest eigenlijk niet. Ja, fijn als je dat kunt natuurlijk. Voor welke gelegenheden zing je dan nu voornamelijk? Voorlopig zing ik nog voor alles wat ze mij eigenlijk vragen. Kan je voor trouwens geboekt worden? Kan je voor fuiven geboekt worden? Waar ligt het verschil voor jou? Of is er geen verschil? Voorlopig is er nog geen verschil. Misschien dat ik later wel een onderscheid kan maken. Maar op het begin moet je natuurlijk niet te kieskeurig zijn. Je kunt mij trouwens boeken op normaal gezien op www.woutersurvani.be. Maar die website ligt nu eventjes stil. We zijn die volledig aan het vernieuwen. En nu kan u mij alleen nog boeken op www.wkentertainment.nl. Voilà, dat is mijn platenlabel. Een toekomstig platenlabel in Nederland. Ja, en als je nu een publiek mag kiezen, of voor welk publiek treed je het liefst op? Ik ben eigenlijk zo iemand die daar geen keuze in maakt. Omdat ik bijvoorbeeld vroeger, ik was 15 jaar en ik hield heel veel van Nederlandstalige muziek. De hoenpapa muziek van vroeger. Ik kan daar echt niet een leeftijd op plakken, vind ik.
Ik hield ook heel veel van house of dansmuziek, maar ook heel veel van Nederlands. Dus er zijn mensen van 15 jaar of jonger die ook veel van Nederlands muziek houden. Kijk maar eens. Kun je echt geen leeftijd op plakken. Naar de Hazesfans, die zitten in alle leeftijden, ja. In die categorie. Wouter, morgen moet je ook optreden, dan ga je naar Nederland. Vertel daar eens iets over. Morgen treed ik op het Oranjeplein in Velp. Dat is voor het Glazen Huis daar. Dat is om 7:00. En ja, ik heb dat via Facebook heb ik dat gevonden. En ja, dat is leuk om te doen. Treed je wel vaker op in Nederland? Ik heb nu nog al een paar keer opgetreden in Nederland. De vorige keer was niet in Nederland, was in Hoboken. Daarvoor was het ergens in vooraan in Nederland. Ik weet niet meer juist waar. Ja, en ik werd er ook veel gedraaid op lokale radio's en zo. Dus. Ja, waar zit het verschil in Nederland en België? Ik persoonlijk vind dat als je ergens gaat optreden in Nederland, het veel professionelere installaties zijn. En de lokale radio's, met alle respect, zijn daar professioneler. Word je ook meer gewaardeerd als artiest dan hier in België? Ik vind van wel, ja. En dat heeft waarschijnlijk te maken met Marco Borsato, André Hazes. De grote die het voorbeeld hebben gegeven. Ja. Wouter, welke muziek breng je? Je zei net al van, dat je een nieuwe single hebt uitgebracht. Als je moet optreden, welke muziek kunnen we van jou verwachten? Ik zing eigenlijk vooral Vlaams, maar in alle verschillende lagen eigenlijk. Dat kan gaan van uptempo tot slows, tot... Ja. Slager ook? Of is dat toch nog een aparte categorie? Ik zing wel een paar slagernummers, maar niet dat echt daar volledig is. Je wil niet specifieren in dat genre? Niet echt, eigenlijk. Nee, ook de mooiere teksten, de diepere teksten, die breng je ook? Ja, want ik schrijf ook zelf mijn teksten, dus meestal op bestaande nummers. Dus de muziek die hou je, de teksten zijn wel belangrijk. Ja. Ja. Teksten zijn wel belangrijk. En waar haal je dan die inspiratie? Hoe heb je die gave gekregen? Ja, de inspiratie voor elke tekstschrijver, denk ik, komt gewoon uit het leven. Het leven is één groot boek en je hoeft het maar gewoon eruit te halen. Dus daar haal ik mijn inspiratie. Er gebeurt zoveel in het leven. Ik kan van alles iets schrijven. Ja, het hoeft niet altijd over de liefde te gaan. Hè. Dat is ook waar, natuurlijk. En kan je wat voorbeelden geven van muziek, nummers die je veranderd hebt? Dus muziek die je gehouden hebt en teksten die je geschreven hebt? Nu heel toevallig, morgen zing ik als eerste liedje op daar in Glazen Huis. De liefde is van elke taal. Dat liedje komt ook in maart komt dat op single uit. Dan zullen jullie dat ook krijgen. Hebben we al meteen een primeur? En dat is een nieuwe tekst die ik heb geschreven op een liedje van, het heel bekende liedje van Marina, van Rocco Granata. Ja, is dat ook geen moeilijkheid als je zo'n bekende melodie gebruikt en je maakt daar jouw versie van om het toen aan te slaan? Is dat ook geen gok, een beetje? Dat is een gok, maar dat is de kunst, hè. De mensen mogen niet dadelijk denken dat het over dat liedje gaat. Als ik daar heb opgetreden al een paar keer, dan zien ze pas na een paar minuten dat liedje is. Dadelijk mee zijn met de tekst. Dat is de kunst. Je moet iets nieuws van maken. Niet hetzelfde, maar echt volledig iets nieuws van maken. Ja, mooi als je dat kunt. Wie is jouw grote voorbeeld in de muziekwereld? Want je hebt wel iemand die er echt uitspringt. Zonder enige twijfel Wiltura. En dat heeft vooral te maken met... zijn stijl, zijn charisma. Hij kan alles. Hij kan zingen, hij kan tekst schrijven, hij kan gitaar spelen, piano spelen, accordeon spelen. Hij kan alles. En als je dan weet dat Wiltura op jonge leeftijd voor 90% aan één kant doof is, en je kunt dat dan nog, chapeau dan. Maar hij is gestopt, Wouter, of hij gaat stoppen? Ja, spijtig. Een plaats die maar jij kan blijft innemen? Toch altijd een grote voorbeeld. Hè? Ja, een plaats die jij kan innemen? Dat weet ik niet. Dat zal ik, heb je hem ooit ontmoet, Wiltura?
Persoonlijk nog niet. En ik weet ook niet of hij mijn liedje al eens ooit heeft gehoord. Ik heb eens geprobeerd om het hem op te sturen. Maar ik denk dat ik het nog eens moet proberen. Soms moeilijk om die grote mannen vast te krijgen natuurlijk. Ja, over welk nummer gaat het eigenlijk? Welk nummer heb je gecoverd? Het leven is mooi. En het leven is mooi, dat zegt voor mij alles over het leven. En alles wat het leven jou kan geven. Het hoeft niet altijd negatief te zijn. Hè? Er is heel veel negatief nu in het leven. Kijk maar om je heen. Maar in dit liedje zit alles wat ik eigenlijk wil zeggen. Ja. Ja, er zit een boodschap in. Heb je dan ook de muziek gehouden en er een nieuwe tekst op gemaakt? Of heb je het volledig gecoverd? Nee, dit is een volledige cover. Volledige cover. En ga je nog andere covers uitbrengen? Of nog andere? We hebben al net gehoord dat nummer van Rocco Granata. Staat er nog iets op het spel? Of misschien wel een cd? Door de jaren heb ik heel veel nummers, zoals ik zei, nieuwe teksten opgeschreven. Ik ben ook van plan om later nog eens, of binnenkort, een volledig nieuw nummer te maken. Maar ik ga nog veel covers doen, gewoon, en ook met nieuwe teksten en nieuwe nummers. En of van alles van plan. Wel, we kijken er naar uit. Waar kunnen we jou volgen? Zeg het nog eens even. www.woutersurvani.be. Voilà, zo eenvoudig is dat. Zou je van muziek je beroep willen maken? Ik denk dat iedere zichzelf respecterende artiest van muziek zijn beroep wil maken. Maar er zijn veel kandidaten, maar weinig finalisten, zou ik zeggen. Dus. En dan zijn er natuurlijk die tv-wedstrijden, Wouter, waar je aan kan deelnemen en wat je wel een boost kan geven. Overweeg je zo'n ding of zeg je van daar blijf ik vanaf? Daar blijf ik volledig vanaf. Ik heb er al eens aan één keer aan deelgenomen, Idol. Het eerste jaar toen Natalia daar ook aan deelnam. Maar ik ben wel niet als eerste eruit gegaan, maar het was toch niet echt een groot succes. En ik vind ook, ik heb daar niet zo'n goed gevoel bij. Ja. Dus ik ga het zo proberen te doen. Zeker en vast. En als je al in Nederland kan gaan optreden, de weg is mooi en open natuurlijk. Ja. Hè? Waar hoop je over 5 jaar te staan op muzikaal gebied? Je mag even dromen, je mag even fantaseren. Wel, heel simpel. Ik hoop over 5 jaar nog altijd op een podium te staan. Dat is voor mij het belangrijkste. Wel, dat is heel bescheiden, maar heel mooi van jou natuurlijk. En ik zou zeggen, kom zeker en vast nog eens terug om jouw nieuwe nummers hier voor te stellen. Dat gaan we zeker doen. We gaan zo dadelijk mooi, het leven is mooi, of leven is mooi. Het is een beetje verkort, de titel. Ja, het leven is mooi, heb je ervoor gemaakt. En je hebt ook een tweede nummer, een B-kant. Welke is dat? Ik ben blij. Dat is een nieuwe tekst die ik heb geschreven op het nummer Ja, jij van Christophe. Wel, wij gaan er alle twee naar luisteren. Ik dank je ontzettend voor dit interview en ik wens je natuurlijk nog heel veel succes. U bent bedankt dat ik hier mocht komen. Heel graag gedaan, Wouter Surveni. Dank u. Dit is Trudo FM. Trudo FM.